Slam FM. Amsterdam Dance Event Report. ADE Rapport 4. Het is een beetje vroeg, maar dat maakt niet uit. Want ik sta hier voor de DJ-school in Amsterdam, waar ik een spoedcursus draaien krijg. Ik ben heel erg benieuwd wat de DJ's nou eigenlijk altijd doen, in plaats van met hun handen omhoog. Dus ik ga snel naar binnen en dan gaan we kijken hoe het bevalt. Zeg Olivier, wat doen jullie nu eigenlijk allemaal op de DJ-school Amsterdam? Nou, ten eerste leren we mensen draaien. Dus we leren mensen echt hoe mix je twee platen aan elkaar. Maar we leren vooral hoe je een goede DJ wordt. Hoe je echt een goede DJ wordt. Dus mensen kunnen bij ons op nul instappen. En die kunnen helemaal niks weten. En vervolgens na een uurtje denken van... Hey, te gek dat hele draaien. Maar je komt hier ook binnen als je al kan draaien. Als je niet een gewone DJ wil zijn, maar echt een goede DJ. Oh, ik ben heel benieuwd. Want ik krijg een lesje, toch? Ja, ik ga jou laten zien hoe het werkt. Nou, let's go! We beginnen met een hele makkelijke mix en dat noemen wij een drop mix. Het ene liedje gaat stoppen en het andere liedje gaat beginnen. Ja. Daarvoor hoef je ze niet door elkaar te draaien, kun je ze gewoon achter elkaar draaien. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we goed meetellen met de muziek. Ik zou zeggen, gooi die maar op play. Tellen we 4 tot 8. Ik tel met je mee. En dan is het door en een ander liedje. Dat is belangrijk. Ja, ik ga het tellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En zo is het. En dan doe je je handen in de lucht. Yeah. Super goed gedaan. Druk maar op cue. Cool. Complimenten voor je timing. Nou, dankjewel. Mag die ook op cue? Dit is een drop mix. Oké. Je mag die schuif weer omhoog doen. Mm-hmm. Een drop mix is op veel plekken in de wereld al goed genoeg om heel veel geld te kunnen verdienen als dat je doel is. Maar nou, in ieder geval om heel veel mensen te kunnen laten draaien. Heel veel mensen kunnen laten dansen. Omdat je gewoon de juiste nummers achter elkaar draait. En dat is de essentie. We gaan nu de platen niet achter elkaar draaien, wat al genoeg zou zijn bij deze twee nummers. Maar we gaan ze door elkaar draaien. Is veel leuker. Ja. Wat moeten we daarvoor doen? We gaan stapelen met die nummers. Maar die moeten we wel precies op het goede moment gaan stapelen. Ja. We gaan stapelen met blokken van 32. Dat lijkt me moeilijk. Dat valt wel mee. Ja? Oh. Dat zal ik je uitleggen. De intro van dit nummer, saxo beat, druk maar even op play. Ja, doe maar weer cue. Die intro begint precies op de goede tel. Dat is fijn met house muziek. Mm-hmm. En die intro, dat vertel ik jou, dat weet ik, die duurt precies 32 tellen. Als we die nou bovenop Move Like Jagger gaan gooien, op het moment dat daar ook een blokje van 32 begint, dan liggen die blokjes dus bovenop elkaar. Op elkaar, ja. Druk maar play. Ik tel voor jou. Komt je aan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar, achter ik dacht nu 4. Oké, dus je wil 1. Oh. Ja. Als hij zegt goes like this, boom, maar ik tel hem voor jou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoi, ik hoor helemaal niks hoor. Hoor je? Ja, en dan tel ik zo meteen voor je af. En dan mag jij die oude plaat weghalen. Komt je aan? Oh joh! 7, 8. Yeah! Ik hoorde hem helemaal niet. Hoppa. Dan mag je de cue. Sick! That's the deal. That's the deal. En kan dat ook met een ander nummer? Ja. Kan met duizenden, wat zeg ik, miljoenen andere nummers. Olivier, hartstikke bedankt voor deze spoedcursus. Graag gedaan. En ik denk dat ik er klaar voor ben. Hi, ik ben Michael en je kent me vanmiddag, het programma wat je hoort op Slam FM tussen 12 en 4. En als je het net zoals ik van zagen houdt, dan moet je zeker weten naar Hardwell Presents Revealed gaan tijdens het Amsterdam Dance Event. Onder andere Hardwell natuurlijk, Joey Dale, Thomas Newson, Firebeats, iedereen die iets te maken heeft met Hardwell's label Revealed is daar te vinden. Ik ben erbij en ik hoop jij ook. Na een flink avondje stappen is er natuurlijk niks lekkerder dan een broodje kebab naar binnen werken. En ik ga eens even checken waar dat hier kan. Want de beste zaak krijgt van mij dit trofeetje. En ik zag er daar al één, dus we gaan naar binnen. Dag meneer, ik vroeg me af of ik hier een broodje kebab kon scoren. Ja, mooi, is goed. Alsjeblieft. Dank u wel. Smakelijk. Oh, dit is zo smakelijk, jongens. En ik ben niet eens zat. Ja, best lekker nog. Ik zweer het. Ik denk dat ik nog een hap neem en dan gaan we op naar de volgende. Mag ik een broodje kebab voor jullie? Ja, tuurlijk. Broodje lam. Kijk eens aan. Dit lukt nooit. Hij mag wel uit de baar. Oh, Babette. Het vlees is wel heel lekker hier. Maar het broodje? Kan beter. Oh, laat maar komen. Ik mis wel dat er
waarin salade, et cetera, zit. Maar het vlees is wel echt heel goed. Oh, meneer, u bent al bezig. Hé, hey, en ik heb nog een vraagje. Hoe eet je eigenlijk zo'n broodje kebab? Dit is lamsvlees. Ik heb kip. Maar hoe eet je dat? Eet je dat met een vork of moet je het zomaar weg eten? Wat is de makkelijkste manier? Ja, ik denk lams. Dat is makkelijk. Oh, ik heb er zoveel zin in. Je moet niet naar binnen hoor, dit. Oké, de rest steekt de prullenbak in. Dankjewel. Hoi. Mag ik misschien een lekker broodje kebab proeven? Lekker eigenlijk. Jammer dat er alleen verder geen groente et cetera in zit, maar het vlees overtreft wel alles. Ik vind het wel heel moeilijk, want ik moet nu natuurlijk gewoon een keuze maken. Nummer 1 vond ik echt top, omdat ik het mannetje ook gewoon echt heel lief vond. Zijn broodje waren goed, want dat was volkoren. Nummer 2 viel het broodje echt totaal uit elkaar. En nummer 3 was eigenlijk meer, ja, shawarma broodje meer. Het was niet echt kebab. Nou, nummer 4, laten we daar maar niet over beginnen. 5, ja, het vlees was echt super lekker. Alleen ook dat was weer meer shawarma. Dus al met al denk ik dat we een winnaar hebben. En dat is nummer 1. Dus ik denk dat we hem eventjes gaan opzoeken om een award uit te reiken. Yeah. We komen u verrassen, want u heeft de prijs gewonnen. Ja, wow. U heeft de lekkerste kebab in Amsterdam. Nou, dit was de kebabtest van Amsterdam. We hebben een gelukkige winnaar, dus we zijn super blij ermee. En wil je meer weten over het ADE? Kijk dan eventjes op www.slamfm.nl/ADE of abonneer op onze YouTube-kanaal. Slam FM. Amsterdam Dance Event Report.